voordat wij met zomervakantie gaan, laat ik u in de komende twee afleveringen van Clubgenoten alle hoogtepunten zien van ons eerste seizoen. Ik heb in 40 afleveringen 40 teams bij elkaar gebracht tijdens de reunie. Ik heb bijzondere gesprekken gevoerd met topsporters en oud-topsporters. En ik ben natuurlijk elke week behoorlijk op de proef gesteld tijdens het sporten met de topsporters. Dat er op hoog niveau wordt gesport in Gelderland is een feit. Want de afgelopen jaren zijn er heel wat Gelderse sporters afgereisd naar de Olympische Spelen. En voor allemaal was het een moment om nooit meer te vergeten. Sterker nog, het heeft nog steeds invloed op hun leven. Hockeyer Stefan Veen bijvoorbeeld kan zich elke seconde nog herinneren van zijn winnende strafbal. En daarom deden we die nog maar een keertje over. Het is lang geleden, zeg. Ik heb dit nooit meer gedaan, maar ik heb het alleen maar in mijn kop zitten. Dat moment van welke hoek ik ging keuzen, heb ik zo lang mogelijk uitgesteld. En daardoor, en dat is een tiende, twee tiende geweest, daardoor wist de keeper het ook niet. En ik ben ervan overtuigd dat hij het gevoeld heeft. Ja, het klinkt heel gek hoor, maar het is... Dus ik ging hier staan. Nou, daar komt hij, hè. Ik nam een stap. Voor goud in Sydney. Veen binnen! Nederlands hockeyelftal wint goud. Dankzij, dat mag je toch wel zeggen, Stefan Veen. 3 doelpunten in de wedstrijd en de beslissende strafbal. Stefan Veen, schrijf het maar met hoofdletters. Want wat was die cool? Daar droom je van in je laatste wedstrijd. Zeiden een paar vrienden van mij van ja, man, het is net een jongensboek. En zo voelde dat ook. Maar daar ben je op dat moment helemaal niet mee bezig. Ik heb gewoon een... Mooi geluk dat dat allemaal op één moment samenviel en dat, dat het een Olympisch gouden medaille heeft opgeleverd. Daar ben ik achteraf heel blij en tevreden dat me dat is overkomen. Zij en het merendeel voor de tweede keer wint de gouden medaille. Daarna heb ik eerst 3 weken alleen maar tegen ballen aangetrapt. Ik was er echt even klaar mee. Ja, de Olympische Spelen was natuurlijk ook best wel teleurstellend geëindigd eigenlijk. Dus ja, ik moest echt wel eventjes bijkomen ervan. Daar heb ik wel last van gehad. Gewoon niet hebben laten zien in sommige wedstrijden wat je kan en wat je... En het is natuurlijk een momentopname, zo'n toernooi. Het was niet onze week en dat is ja zo zuur dat ze het maar onder 4 jaar houden. Want ja, die ene week, daar wil je toch goed doen. Ja. Connie van Bentum, Wilma van Velzen, Reggie de Jong en Annelies Maas. Maar Nederland heeft een bronzen medaille met een tijd van 3 minuten 49, 51 honderdste seconde. Hoe was het voor u dat uw dochter op 16-jarige leeftijd naar Moskou ging naar de Olympische Spelen? Toch wel een beetje trots. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar misschien ook wel een beetje spannend. Ja, vanzelfsprekend. Toen de tijd ging je nog niet echt mee, hè? Toen waren er nog maar heel weinig ouders die meegingen. Nu gaan bijna alle ouders mee, maar zij zijn nooit mee geweest. Nee. Zijn hoogtepunt beleeft hij in 1992. Op de Olympische Spelen in Barcelona wint hij een zilveren medaille. En nu in 92 zal het zilver worden voor Orhan Delibas. Dit zijn die secondes, dit zijn die momenten die zo belangrijk zijn in je leven. Hij heeft het heel moeilijk, Delibas. Maar hij mag best trots zijn. Op haar 19e wordt ze als jongste kiepster ooit geselecteerd voor het Nederlands elftal, waar ze in 2010 debuteert. Joyce is inmiddels derdejaars studente geneeskunde en laat zich afgelopen zomer op de Olympische Spelen in de halve finale tegen Nieuw-Zeeland nadrukkelijk gelden. En Sombroek heeft hem. In de finale tegen Argentinië verovert ze met haar team Olympisch goud. In de meeste gevallen zijn het allemaal positieve herinneringen. Maar soms zit er toch nog wat oud zeer.
Schaatsster Annie Borkink uit Eibergen wint tijdens de Olympische Spelen van Lake Placid de gouden medaille. 30 jaar later spreek ik de nuchtere Annie en zit het een en ander toch nog niet zo lekker. En wat kan Annie Borkink uit dat sterke lijf halen op die laatste 60 meter? 2.12.35 Ria Visser. 2.12.35. Hier komt Annie Borkink en let op die tijd. Ja! 2.10.95. Hoe is het mogelijk? Wat gebeurt hier? Schitterend. Vind jij dat je carrière de credits heeft gekregen in die gouden medaille die je verdient? Ik vind wel, daar ben ik nog steeds van mening. Een gouden winnares, we hebben er in Nederland niet zo heel veel. Ik vind op zijn minst dat ik ook gereddet had moeten worden in die periode. Maar dat is toen niet gebeurd. Ook niet. Dat is het enige, zeg ik, wat ik zeg van, die heb ik gemist, ja. Die onderscheiding. Daar in het oranje, Gert-Jan Lievers, 25 jaar uit Apeldoorn. En het is hem gelukt. Hij staat in de finale van de 1500 meter. Tussen alle grote kanonnen. Uiteindelijk gaat iedere sporter denken om daarheen om er een medaille te halen. Alleen ik denk dat dat op dat moment niet reëel was om daar echt een medaille te winnen. Lievers in de voorronde zeer verrassend. Overtuigend en ook met een goede eindsprint. Ik had wel misschien graag nog iets beter gedaan dan ik gedaan had. Maar uiteindelijk ik ben wel achtste geworden. Ik heb een Olympisch diploma. Gert-Jan Lievers. Als achtste gefinished. Een prima resultaat. So Marjolein Boos en Esther Vergeer thank the crowd, the enthusiastic Dutch supporters who've come out to watch this All Netherlands final. Gebruik je trouwens je rolstoel helemaal niet in huis? Helemaal niet. Nee, ik laat hem altijd in de auto liggen. Okay. Dus de auto staat hier voor de deur. Ik heb de voorste parkeerplek. En dan loop ik binnen eigenlijk alles. Of ik gebruik de trippelstoel in de keuken. Ja, dit dat is hem. Mooi, hè? Dit is magisch, toch? Ja, het blijft bijzonder om hem te zien. Ik vind altijd het mooiste om te zien hoe anderen hem vast hebben eigenlijk. Ja? Zo doet het me minder. Maar als ik zie dat iemand anders hem pakt en met hoeveel respect of van wauw, wat heb ik vast iemand anders hem vastpakt, dan doet dat nog meer zelfs. Dan denk ik, wow, hij is voor mij en het is blijkbaar ook heel speciaal, want iedereen wil mijn medaille vasthouden. Irene Hendricks staat klaar. De Australische speelsters staan echt op sprintsnelheid, want die willen natuurlijk niet nog een doelpunt tegen krijgen. Dat krijgen ze wel, want Boekhoff slaat hem gewoon keihard langs Keepster Island. En dan natuurlijk champagne. Zodra je Olympisch goud wint, ben je Irene Hendricks gouden medaillewinnares. Ja, dan ben je de Olympisch kampioen. Ja. En dan kan je er in een status gaan schieten. En dat is ook wel gebeurd. Dat gaf ook wel wat verkramping aan mijn kant. Maar tegelijkertijd heeft het me ook geholpen om in te zien van, ja, blijf alsjeblieft toch jezelf en zoek liever jezelf dan dat je in de buitenwereld gaat zoeken. Dat topsporters ook maar mensen zijn, heb ik het afgelopen jaar wel gemerkt. Ook zij hebben last van twijfels, onzekerheden of soms zelfs psychische problemen. Schaatser Stefan Groothuis bijvoorbeeld bracht afgelopen winter naar buiten dat hij last heeft gehad van depressies en het leven soms niet meer zag zitten. In een bootje bij min 9 hadden we daar een openhartig gesprek over. Heb je ook zo'n spijt van dat je geen handschoenen aan hebt? Ja, eigenlijk wel een beetje, hè? Maar ja. Ik vind het echt heel komisch. Ik denk dat veel mensen het wel herkennen dat ze een tijd minder zich gelukkig voelen of wat. Of nou ja, misschien zelfs wel uiteindelijk in een depressie belanden. Voor heel veel mensen zijn topsporters helden. Ja. Die grote prestaties leveren die wij niet bezitten. Ja, ik hou ervan dat mensen gewoon alles laten zien hoe ze zijn en niet dat er alleen maar een soort schijn wordt opgehouden van dat alles alleen maar mooi is. Het mooie mag ook gevierd worden. Dat ik wereldkampioen werd, daar heb ik ook oprecht echt van genoten en oprecht dat gevierd. Maar je mag ook die andere kant laten zien, vind ik. Wat was voor jou het moment om te zeggen van nou, nu is het mooi geweest, nu stop ik ermee?
Ik heb eigenlijk nooit het officieel kenbaar gemaakt dat ik ben gestopt. Ik heb alleen op een gegeven moment andere keuzes gemaakt. En dat kwam met name omdat ik gewoon 4 jaar lang regelmatig last had van stressfacturen. Dat zijn kleine botbreukjes door overbelasting. Uiteindelijk kost je dat bijna een half jaar voordat je dan weer op niveau kan presteren. En als je dat dan 4 of 5 keer achter elkaar hebt... Frustrerend. En dat is heel frustrerend, ja. Dus dat hou je natuurlijk een hele tijd vol. En je hebt heel veel doorzettingsvermogen. Dat is natuurlijk ook een van de redenen dat je uiteindelijk wel zo ver bent gekomen. Maar op een gegeven moment houdt het gewoon op. En dan is het ook misschien verstandig om ermee op te houden. Dus je bent continu bezig van, krijg ik geen blessure? En dat is wel echt, dat is misschien wel de meest frustrerende van alles. Ja. Dat je niet meer kan zeggen van, nou, ik ga gewoon heel hard trainen en dan ga ik dat bereiken. Maar dat je continu bezig bent van, doe ik nu te veel of te weinig? En je bent continu daardoor aan het schakelen in je hoofd. Dat vond ik wel heel lastig, ja. Ik ben zelf ook tijdziek geweest in de winter van 2009-2010. En had ik ook een flink aantal klachten. Die daar ook symptomatisch voor waren, voor dezelfde ziekte die Selk had. En, daar heb ik altijd wel eens gedacht dat ik haar wilde bellen. Om te vragen in die tijd van, wat voel jij nou? Of hoe ging dat nou? En toen dacht ik daarna ook van, ik moet het ook niet doen. Want misschien, en daarom vind ik wel heel mooi zoals zij reageert. Dat geldt voor mij eigenlijk ook. Dat ik denk van, ja, op een gegeven moment moet je het ook gewoon neerleggen. Je moet gewoon lekker doorgaan en niet te veel zeuren. En gelukkig ging het bij mij ook steeds beter en kan ik gewoon goed functioneren, meestal. En, leg je het naast je neer en parkeer je dat. Ja. Maar als ik het nu zo lees of zo hoorde, dan is het wel pittig. Met een topsporter moet je gaan sporten, want dan snap je en voel je wat zij meemaken. Nou ben ik best wel een beetje sportief, maar man, wat voel je je soms klein naast die topsporters. Dan is het soms eigenlijk gewoon best wel een beetje pijnlijk. Hoi! Druk zetten, druk zetten. Hop! Goed zo, goed zo. Je moet vooral niet lachen, hè, bij boksen. Het is gewoon serieus. Bij ons kijken. Ik durf jou niet te slaan, Je bent ingepakt. Oh. Dat was een goede check. Dat was een goede check. Ja, dat was een hele goede check. Ja. Die rode knappers voor is de paniekbutton. Er zijn van die sporten die zijn gewoon niet aan mij besteed, geloof ik. Oeh, oh, jeetje. Maar dat is ook echt hoog. De andere kant te gebruiken. Laat je hem nou echt zo vallen? Can I kick it? Oh, nee! Kick it. Can I kick it? Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what I was? Comprehend to the tribe. Nee, 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 nee! 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 Oh, jongen! Oh, jongen! Ding, 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 ding! Zo! Nee, een echte vraag, hè? Kom, staan. Wij staan, hè? Ja, staan. Nu laten.
We hebben de laatste aankomen. Dus... Echt heel goed gedaan. Ja, complimenten. Echt heel goed gedaan. Dus, Werk eens een plak hoofd. Hey, Sommige sporten lijken dan vooraf weer niet zo moeilijk, zoals bijvoorbeeld korfbal. Ik zou gaan korfballen met de bondscoach Jan Schauke van den Bos. Maar eigenlijk hadden we nog iemand nodig. Dus hij belt international Jos Roosboom op, die in de buurt woont. Ja hoor, zegt Jos, ik kom wel even. 2 meter lang, die kerel. Was ik dan weer lekker klaar mee. Fantastisch. Ah. Een goede bal. Dat ik zo mooi zo zijn beentje omhoog, hè? Ja, zo. Ja. Je mag geen bodycheck geven, hè? Jawel. Oh. Jij wel. Jos is meer dan genoeg om daaruit te komen. Kari, je doet lekker met ons mee, hè? Ja, top jongens. Okay. Ik ben echt heel goed. Verschrik niet, hè jongens, hè? Ze is echt goed, hoor. Ja. Ze is echt goed. Ja, dus gaan we beginnen? Oké. Okay. Ja, hebben we er zin in? We gaan eruit. Oké. Okay. Ga maar, jongens. Veel plezier, hè? Dan ga ik lekker naar huis doen. Wat een schatjes allemaal, zeg. Zag je hem? Hoe oud zijn jullie? 12, 13? Wat? 11? Hebben jullie tijd gehad om te oefenen? Wel spannend, Pim, want jij gaat mij even wat leren. Maar nou hadden ze niet verteld dat die gasten van het eerste er ook bij zouden zijn. Vind jij zeker ook wel... Vind ik wel leuk, ja, want het is leuk om daar gewoon even op het echte veld te gaan staan natuurlijk. Ja. Tussen de jongens in... Denk je dat we tussen de kampioenen gewoon even mogen spelen? Ja, kunnen we gewoon tussen de jongens in gaan staan. Orion 1, hè? Vorig jaar kampioen geworden van Nederland. Oh, er is iets te ver naar achteren. Oh! Oh, shit. Komt-ie! Oh, toch niet! Oh, Kari! Oh, Kari! En... Oh! Oh, dat is heel... Voel je dat nu al? Oh, dat doe je dan wel. Vind je het ook weer eng? Hartstikke eng. 2, 3, 4. Oh, staan. Ja! Nou, bedankt dames. Om een reunie te kunnen houden moet je op zoek naar alle oude teamleden. En dat is voor onze redactie een behoorlijke speurtocht. Maar tijdens die zoektocht stuit je vaak wel op hele leuke verhalen. Want de meeste topsporters waren vroeger natuurlijk in hun eerste team al behoorlijke stoere mannetjes. En al die vrouwtjes werden daar stiekem heel erg verliefd op. Ik was verliefd op Danny vroeger. Maar achteraf denk ik, waar was ik verliefd op? Was ik verliefd op Danny of was ik verliefd op het talent dat hij had als tafeltennisser? Ik denk niet dat Danny weet dat ik verliefd op hem was. Het is natuurlijk een plek waar je heel vaak naartoe ging. En nou, ik kom hier al vanaf dat ik 9 was, een beetje. Gert-Jan biechtte me net nog even op dat ik het eerste meisje was waarmee die zoende. Dus dat, ja, dat weet ik ook nog, dat toen ja, dat speelde. Alles goed? De wereldkampioen komt uit Gelderland. Stefan Groothuis. Ja, ik vond hem heel stoer. Ja, ik was eigenlijk gewoon hopeloos verliefd op hem. Toen ik bij de Zutphense IJsclub trainde, was ik echt... Ik heb hem 2 jaar achtereen Valentijnskaartjes gestuurd, moet ik heel eerlijk bekennen. Nee, Marjan was mijn geheime liefde vroeger. Ik heb het nooit tegen haar durven zeggen. Ze is ook nooit een kusje uit de pot gekomen? Nee. Marion Verhoef woont inmiddels in Duitsland, maar is nog steeds lid van ECA en speelde als pupil al samen met Fred Royers. Ik lag met een hersenschudding in bed en mocht daar niet uit.
En toen kwamen mijn ouders een kaartje brengen. Ik kreeg een kaartje. En er was een kaartje met een jongen en een meisje erop met de hartjes ertussen. En er stond er van harte beterschap. Fritje Rooijers. Ja. En het was voor mij met stomme verbazing heb ik dat kaartje, want ik had er helemaal niets achtergezocht, niets van gemerkt. Ik zeg wel, het was gewoon een hele lieve, aardige jongen. Ik was smoor verliefd op jou, jongetje. Luister goed, Marion, jij woonde in de Gravenstraat. Ja, klopt. Nummer 5 of zo, of 12? 2. Achteraan. Ik reed dan langs, links, en dan reed fiets ik daar voorbij. Oh, was mijn meneer zit dus niet. En ik heb het nooit meer gezien. Je hebt wel een kaartje gestuurd. Ja, dat wel. We vinden het mooi en belangrijk om oude beelden te gebruiken in Clubgenoten. Soms bestellen we die bij het Beeld- en Geluidarchief in Hilversum. Maar soms stuit onze redactie op uniek beeldmateriaal, die ook van grote waarde blijkt te zijn voor onze topsporters. De Molukkers die in 1951 in Nederland aankwamen, werden ondanks schone beloften van de overheid ondergebracht in kampen die voor een deel uit de Tweede Wereldoorlog stamden. Jaren later pas verhuisden ze naar wijken als Tiel West. Hoe is het om die oude beelden weer terug te zien? Ik zag mijn broer even door het beeld lopen. Ja. Je mist hem wel. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, met jouw broer is overleden. Ja. Hoe lang is dat nu geleden? Oei, oei. Hij is 89 overleden, denk ik. Ja, dan komen er even weer herinneringen terug, hè? Ja, het doet toch wat. Was die goed, hè? Yusuf. Hier noemen ze hem Soef. Zo snel was hij. Ja? Ja. Ik moest op dat ding. Schrok me dood. En toen dacht ik van, nou ja, we gaan ervoor. Dus Chris heeft mijn schoentjes vastgehouden. Ik weet het nog eens de dag van gisteren. En ik maak zo een salto. Hoepelrok omhoog. Kniekoutjes eronder uit. Hartstikke idee. Ja, dat ging prima. Mis je het leven nog wel eens? Wat je vroeger had van het sporten? Nee, springen? Absoluut niet. Nee. Dat was leuk als ik jong, toen ik jong was. Door hem natuurlijk kwam ik sowieso in aanraking met de sport. En dat ging bij ons in de garage en daarna in een clubje. En, en hij heeft mij overal naartoe gereden. Ik bedoel, dat was dan vaak tussen Jook naar Gaanderen op 11, 12-jarige leeftijd. En dan bondstraining in Zutphen en dan toernooien in heel Nederland. Hij is jong overleden. Hij is heel jong overleden. Ja. Een jaar daarna speelde ik het Olympisch kwalificatietoernooi. En die had ik gewonnen, dus dat was heel mooi. En toen moest ik wel even nadenken, toen het Wilhelmus werd gespeeld, zeg maar, van... ja, weet je wel, zo'n beetje zo van, die is voor jou. Ja. En in zoverre, weet je, tussen missen en... Ik heb altijd het gevoel dat hij nog op een of andere manier, zeg maar, bij me is. Ik heb ook twee persoonlijke fragmenten uitgezocht. En de eerste gaat over schaatser René Ruitenberg. Ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Maar de dag met René heeft me wel aan het denken gezet. Tussen de opnames door zat hij met mij in de auto en hebben we best veel over het leven en over het geloof gepraat, met respect voor elkaars standpunten. René geloofde ook niet zo in God, totdat zijn schoonzus Ali kwam te overlijden. En hij is op zoek gegaan naar zijn God. En als je daar in het openbaar zo over durft te praten, ook over de fouten die je hebt gemaakt, kan je daar echt alleen maar bewondering voor hebben. En dankzij René ben ik misschien zelf ook wel iets meer gaan geloven. Waar nu die bus is, kwam ze aanrijden. Ze van achteren geschept door een auto. Haar buurman in de coma geraakt en vrij snel daarna overleden. En dat sloeg in als een bom bij mij. Dat was echt een moment dat ik helemaal beduusd was. Ik werd echt letterlijk stilgezet. Ik begon te huilen. Allerlei emoties, gevoelens die er vrij kwamen. Ik kon het niet pakken. Dit was eigenlijk een moment in mijn leven dat ik zou kunnen zeggen... Hier had ik de touwtjes niet in handen. Dit was het moment dat ik daarover na begon te denken. Toen dacht ik ook van, wie ben ik eigenlijk? Maar dit is zo'n kostbare plek voor mij. Dit is waar mijn leven compleet veranderd is. Dit is eigenlijk, het klinkt zo dubbel, het mooiste moment in mijn leven geweest. Waar ik stil werd gezet, waar ik na begon te denken. En daar moest iemand voor sterven. Thank you.
Mijn tweede persoonlijke fragment gaat over Theo Jansen. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die Theo echt goed kennen. En ik heb altijd wel een beetje een zwak voor hem gehad. Ik hou van die niet lullen maar poetsen mentaliteit. Die grote bek, maar dat kleine hartje. En hij geeft niet vaak interviews, maar voor clubgenoten maakte hij een uitzondering. En dan die voetbalhumor van hem. Het kan bloedirritant zijn, maar ik moet er zo hard om lachen. Hij haalde het natuurlijk ook bij mij uit. En dan staat hij daar met die grote grijns. Had ik jou even tuk. Ik hou ervan. Weet je wat welke mensen dat doen? Nou? Als er interesse is. Als er interesse is. Oh, ik vind die eens heel slecht trouwens. Hallo, kun je ook voetballen? Oh, kijk. Kijk, zie, ik ben niet technisch. Denk ik bewust, hè? Zet dan. Borst. Zo. Dit is echt voetbalhumor, hè? Kijk, Theo Jansen zou tegelijkertijd bij mij aankomen lopen, maar dat doet hij dan weer niet. Kom. Oh, we gaan. Hoe lang heb je deze jongens al niet meer gezien van de C1? De meeste heel lang niet meer. En sommige jongens ben ik nog wel eens tegengekomen. Vind je het leuk om ze weer te zien? Ja, maar ik denk dat ze het leuk vinden om mij te zien. Oh, dat is hier met een schrikkelijk. De reunie is natuurlijk het hoogtepunt van onze dag en uitzending. Een topsporter die soms na wel 40 jaar zijn oude teammaatjes weer gaat zien. Ik kan daar echt zo van genieten. Ik ga dan meestal gewoon in een hoekje staan kijken naar het geknuffel en gekus. Echt prachtig. Oh! Heren! Hier, Tommy! Allemaal hetzelfde recept, of? Zullen we gewoon doen? Geen bier voor mij. Want ik ben uit geloofsovertuiging. Jij hebt een vodka chou, toch? We hebben elkaar al gezien. Ja, je hebt hem toch ook bij, Erik? Ja. Waar dan? Want het is dezelfde, het is gewoon dezelfde. Ja, ziet er wel mooier uit trouwens dan die van Hans. Als je hem niet draagt, dan blijft hij mooi. Moet dat even gezegd worden. Hans, heb je nog thuis, maar er zitten allemaal pitjes in. Gaan ze door elkaar, hè? Ja, kijken wel. Nee, die glimmend is voor jou, Rick. Dus makkelijk uit elkaar te houden. Kop of met. Oké, clubgenoten, zijn we er klaar voor? Zeker. 1, 2, 3, cheese. Mooi plaatje, dank jullie wel. Ja, hier is Hendrik Jalovic. Goedenavond. Ga lekker naar stoel. Oh, applaus dan toch even. Hij is al vier dagen niet gezien. Oh. Hier, François. Hey. Klaas de Boy de Buntman. Ja, mooi. Godverdomme. Nou, dat is alweer een tientje geleden. Willy. Ja, jongen. Wat een loon voor de woorden, dank je wel. Ik zag het filmpje, Klaas. Lang niet gezien. Nee. Allemaal de cola, jongens. Wat is hier aan de hand? Hey jongen, hoe is het? Goed? 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 Dan ben je allemaal op een kaart schrijven. Neem je die mee? Was het voor mij cola, hè? Voor mij cola. Nee. Hé, hoe is het? Goed man, dat je bent. Toch? Het was wel even schrikken, hoor niet? Dat was wel schrikken. Ja. Afgelopen week was behoorlijk pittig. Met een lichte hartinfarct, afgelopen zaterdag, 3 dagen in het ziekenhuis. En daarna ga je naar huis, lekker rustig. En dan 1,5 dag later kreeg ik een TIA. En dan alleen thuis en dan het hele linker gedeelte van mijn lichaam verlam. En ik wist niet wat ik moest doen, dus bellen, 112. Dat was behoorlijk pittig. Ja. Maar net terug uit het ziekenhuis en toen belde hij ons op van ik wil toch graag bij zijn. Toch, ja, tuurlijk. Wat is dit bijzonder voor jou om die mannen weer te zien? Tuurlijk, wat denk je? Het is ook zo mooi, overal krijgen we ordinaire bitterballen en bij de golfclub krijg je gewoon hele lekkere hapjes. Proost. Op een gezellige avond. Ja. Maar mannen, we zijn niet helemaal compleet. Want Mark is helaas niet meer onder jullie. Te vroeg gestorven aan kanker. Hoe belangrijk was hij voor jullie team? Ja, ik zei net al, Mark is, die was misschien wel meer gedreven dan ik. Als het om trainen ging en sporten. Beneden op het ijs. Op het ijs. Clubgenoten, zijn we er klaar voor? 1, 2, 3.
biertje? Tot zover deze eerste terugblik. Maar volgende week zijn we er weer met nog veel meer mooie, leuke, grappige, sportieve en ontroerende momenten. En ik en mijn gezellige clubhuis zijn er ook weer. Dus heel graag tot volgende week. Cheers.